Wij gaan binnen 24 uur alle wetten en regels verbreken hier in GTA 5. Zo beginnen we meteen met een stopbord. Oh, ik stop nu wel. Dat is eigenlijk juist wel aan de wethouder. Oké, we gaan door. Oké, stopbord, hoppa. We gaan door het stopbord heen. En dat is de eerste regel die we verbreken binnen 24 uur. Maar we moeten alle regels verbreken. Zo mag ik natuurlijk niet spookrijden, dus dat doe ik nu. Zo mag ik natuurlijk niet enorm snel rijden, en dat doe ik nu ook. Zo mag ik natuurlijk niet ineens, springen met een auto. Ik mag niet met een auto varen. En dat doe ik nu ook. Kijk, de auto is nu letterlijk aan het varen. Hoppa, zie je? Kijk, en dat mag ook niet. Want daar heb je gewoon een boot voor nodig. Die moet aan bepaalde regels voldoen. Hier is iemand aan het vissen. En die denkt, oké, ik ga het even filmen. Oh nee, en ik rij iemand aan met een boot. Of autoboot. En dat mag natuurlijk ook niet. Dus mijn auto wel kapot trouwens. Dus we hebben een andere nodig. Oh, ik heb ruzie gemaakt met deze meneer. Ik mag natuurlijk niet vechten. Dat mag ook niet. Hop! En hop! En... auw. En boem. Dat mag natuurlijk ook niet. Ik heb nu een hele leuke auto. Ik heb een auto met stekels aan de voorkant en met zagen aan de zijkant. En dat mag natuurlijk al helemaal niet. Maar we gaan het toch doen. Let's go. Boem. En die spijkers, die kunnen natuurlijk heel pijnlijk zijn. En al helemaal als je die zaag aan de zijkant doet. Kijk maar, even zien. Kijk, we gebruiken die zaag voor deze persoon die hier op de grond ligt. En hoppa, hij is dood. En op. Oh, ik heb ruzie gemaakt. Oké. Kunnen we deze persoon ook in de zaag slaan? Kan dat? Ja, dat kan. Auw. Daar ging zijn kont. Hé, hij heeft erachter ook een zaag. En boom! We gaan onder de auto door. Nog een keertje. Boom! Zo! Boom! We kunnen onder deze auto onderdoor. En we kunnen deze letterlijk gewoon... En kijk, een hotdogkraam. Boom! Dat was teleurstellend. Wat natuurlijk ook niet mag, is een overval plegen in GTA 5. Ik ga vandaag een overval plegen met een sneeuwbal. Dit is een overval! Dit is een overval! Ik wil geld hebben! Ik wil het geld hebben! Je kan dus blijkbaar gewoon een overval doen met sneeuwballen. Dat is ongelooflijk. Boom! Boom! Geef mij het geld! Goed zo, dankjewel! En boom! Hey, kijk! Oh, dat is geen sneeuwbal. Je mag natuurlijk ook niemand in de fik steken. En je mag al helemaal niet brandjes steken. We doen zoveel illegale dingen. We gaan de goede kant op. Oh, we hebben ook politie achter ons aangekregen. Op zich wel logisch, want dat is precies wat we vandaag gaan doen. We gaan heel veel dingen doen wat niet mag. Oh, ik steek mezelf... ik heb me zojuist zelf in de fik gestoken. En ik heb de winkel opgeblazen. Dat mag ook niet. We hebben al heel veel regels verbroken wetten. Het is best wel makkelijk om regels te verbreken in GTA 5. Maar weet je wat ook makkelijk is? Op binnen 5 seconden op een blauw duimpje omhoog te drukken. Dus laat het uit tussen binnen 5, 4, 3, 2, 1. Ja, is jou gelukt? Makkie toch? En weet je wat ook een makkie is? Abonneren. Dus ik zou zeggen, abonneer zeker op het YouTube-kanaal. En laat maar even zien hoe makkelijk het is. Ik heb nu een auto, jongens. Het is bizar. Ik heb een auto met die helemaal bepanserd is. Dikke twee wapens op de voorkant. En met messen. Kijk, hoppa. En dan, ik kan ze gewoon letterlijk laten lanceren. Ha. En... boom! Ik ga een ongeluk creëren. Let op, jongens. Let op. Nee, ik wou... Oké, dit mag natuurlijk ook niet. Een trein beschieten, dat mag ook niet. We doen allemaal dingen wat niet mag. Vraag me niet hoe het is gelukt, maar ik ben met de auto hier op de trein geklommen. Alleen, dit is natuurlijk illegaal meeliften. We zijn natuurlijk aan het zwart rijden nu. Logisch. halen we dit? Nee, we zijn te groot voor dit, of niet? Nee! We kunnen er onderdoor. Deze auto kan springen. We stappen uit en... Kijk uit! Daar gaat mijn auto. Wat natuurlijk ook niet mag, is de trein kapen. En dat gaan we nu doen. Dit is een overval. Die persoon staat daar. Zo. Dit is een overval, meneer. Dit is een overval. Ik wil de trein hebben. Dit is een overval. Het glas schieten we kapot. Dit is een overval. Meneer, stop de trein. En we hebben meneer neergeschoten. Wat natuurlijk ook niet mag, maar vandaag moeten we veel regels verbreken. Dus dat kan. Ik ben dood. Wat? Ik ben dood gegaan. Het leek wel alsof ik op me werd beschoten. Lol. Oké, wat we nu gaan doen wordt heel erg leuk. Let op. Er staan hier allemaal mensen en vrouwen in badpaks en bikinis. Ik zag je wel kijken. Maar we gaan deze mevrouwtjes gaan we aanrijden. Wat niet mag natuurlijk. Al moet ik hier niet vanaf vallen. Goed zo. Dus we gaan in één keer door en we laten ze allemaal met onze ramp aan de voorkant gooien. We ze allemaal van de berg af. Wat natuurlijk niet mag. Maar dat is juist de bedoeling. Dus let's go. Daar gaan we! Dat was teleurstellend. Er vallen maar 3 ervan af. Oké, opnieuw. Dit zou beter kunnen. 3, 2, 1. En we springen er overheen. Oké. Ik heb een ander idee. Wat als we nou echt het grootste vliegtuig in GTA 5 gaan gebruiken... om ze dan allemaal met onze vleugel aan te tikken? Daar gaan we. We komen heel dicht in de buurt. En 3, 2, 1. We hebben ze gemist. Oké. Nu moeten we ze raken. Kom op. 3, 2, 1. Boom! Holy shit! Oh my god, kijk dan! Ze vallen allemaal naar beneden!
Oh my god, ze zijn allemaal naar beneden gevallen. Hier valt er zelfs nog eentje. Hoppa. En die ligt daar nu. Ah, volgens mij heeft ze het niet zo heel erg verkeerd. Ze ligt nu lekker in het zonnetje. Staan er überhaupt nog vrouwen? Ja, er staat nog een aantal. Nog een keer. Boom. Oh, ik heb ook een politiehelikopter achter me aangekregen. Weet je wat ook niet mag? Dit mag natuurlijk ook niet. Oh, we misten de helikopter. Raak hem? Ja, we kunnen hem raken nu. Nee, we misten hem. Oké. Raak hem! Oh, we misten hem weer. Raak de politiehelikopter. Come on. Ja! Oh, ja! We hebben hem letterlijk doorspiest gewoon. Met onze punt van onze vliegtuig. We kunnen ook heel simpel dingen doen. We mogen natuurlijk ook niet onder een brug door met een vliegtuig. Dat mag natuurlijk niet. Het enige probleem wel is dat dit vliegtuig zo immens groot is... dat waarschijnlijk dat we niet eens onder de brug door kunnen, maar... We gaan het proberen. Zie de legerbasis hier rechts? Daar gaan we zo meteen ook leuke dingen mee doen. Dus blijf zeker kijken. Maar eerst gaan we hieronder door. Lukt dat? Oh. Ja. Nice. Nou heb ik de politie achter me aan. Maar ik heb daar wel een creatieve oplossing voor. Wat natuurlijk ook niet mag. Die personen kijken mij aan van... maar ik hoor sirenes, wat gebeurt hier nou? En ondertussen zit ik allemaal stickybons hierop te plakken. Wat we gaan doen is... Oh, hallo jongens. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh jongens. Hey, hoe is het ermee? Hey. Ik was te laat. Wat? Hoe dan? Zo mag je natuurlijk ook niet door de stad heen racen. Maar al helemaal niet mensen aanrijden. Maar dat is GTA 5. Dat is gewoon grappig. In GTA 5 is dat leuk. Dat doet iedereen in GTA 5. En dat doen wij dus ook. Haha. Ik zit vast. Dat is wel een beetje kloot. En wat natuurlijk ook niet mag is ontsnappen van de politie. En dat gaan we eens even laten zien in deze Formule 1 auto. Let's go. Let's go. Hier naar links. We gaan makkelijk kunnen ontsnappen. Maar we hebben 5 sterren politie achter ons aangekregen. En dat is best wel lastig om te ontsnappen van 5 sterren politie. Maar we gaan kijken of dat ons lukt. Wat natuurlijk ook niet mag. En we zitten in een hele snelle auto. Hier naar links, let's go. Woe! Hier door het poortje heen. En... Oh, we worden geblokkeerd. Dat is naar. Maar misschien kunnen we er tussendoor. Ja, dat kan. Dat kan. Woehoe! En de politie zoekt ons al. Dat is een goed teken. Oh, en daar ging onze voorvleugel. Maar dat maakt niet uit. Hoe minder gewicht, hoe beter. Alhoewel, hij stuurt nu echt briek. Maar dat maakt niet uit. We ontsnappen toch wel, hopelijk. Kom op, dit ding moet even open. Bam. Hallo. Boom. Ah, de politie heeft ons weer gevonden. Dat is naar. Maar ze zijn ons weer kwijt. Dus dat is goed. Weet je wat we gewoon kunnen doen? We gaan gewoon hieronder in de tunnel. Dan is het ook opgelost. Hoppa. En dan zijn de helikopters ons ook kwijt. En dan zijn we sowieso ontsnapt binnen een paar secondjes. Easy. Oh, ik mag natuurlijk ook niet met de auto rijden. Je doet eigenlijk best wel veel dingen in GTA 5 waar je helemaal niet bij stilstaat. Wat eigenlijk helemaal niet mag. Zo mag je natuurlijk totaal niet met een auto over een metrolijn heen rijden. Dat mag natuurlijk ook niet. Wat op zich heel logisch is. En we zijn ontsnapt van de politie. Haha. Later jongens. Woehoe. Vergeet zeker niet even te abonneren en knallen op het blauwe duimpje omhoog. En klik snel op even deze 2 video's binnen 3, 2, 1.